30 seconden. Zo, even bijgekomen. Dat was nog wel een beetje een pittige workout. Wat we vandaag gaan doen is een every 5 minute on the minute keer 6. Oftewel, we zijn 30 minuten hebben we de klok lopen. Of je hebt hem elke 5 minuten staan. Maar je bent niet 30 minuten bezig. Ja? Dus jij, hoe sneller jij bent, hoe meer rust je hebt. Je begint dus op minuut 0. Dan ga jij 10 strikt handstand push-ups doen. Of 10 bike handstand push-ups. Ja? Dus als je een muur hebt of een deur hebt. En je hebt een matje of een appmat of een kussentje of whatever. Kan je dus strikt handstand push-ups doen. Het is wel de bedoeling dat je maximaal 2 sets ervoor nodig hebt. Ja, liefst eerst een broken. Op een gegeven moment word je natuurlijk moe. Gaat het waarschijnlijk niet meer lukken. Maar 2 sets is ook nog prima. Yes. Lukt dat dus niet, schaal dan terug en doe eventueel de spike handstand push-ups. Ja, laat ik zo meteen allemaal zien. Vervolgens 10 strikt pull-ups. Dus 2 onderdelen zijn kracht voor het duwen en kracht voor het trekken. Ja, daarom houd ik echt op strikt. 10 strikt pull-ups. Zelfde in principe. 2 sets maximaal. Het liefst een broken. Heb je geen pull-up station? Kan je table rows doen met eventueel wat extra gewicht om het dan wat moeilijker te maken als je maar niet met gemak 10 herhalingen doet. Dat is ook weer niet de bedoeling. Dan 200 meter run. Ja, zag je mij net doen. 30 seconden ging het totaal over 1 ronde. Kunnen jullie vaststellen. Maar dat ga je dus doen zo snel mogelijk. Dus als je daar dus 30 seconden over doet, dan heb je dus 4,5 minuut rust. Ja, doe je daar 2 minuten over, 3 minuten rust. Als jij dus op minuut 5 komt op de klok, moet je weer starten. Ja, moet je weer klaarstaan voor de handstand push-ups, ga je dus weer door. Dan doen we dus 6 rondjes in intervaltraining met dus een stukje kracht met conditie erin verwerkt. Ja, even sprint op die 200 meter run. Je kan ook een shuttle sprint doen in je tuin of je gaat dus gewoon een blokje om wat jij zelf chill vindt. Dat is voor de workout. Warm-up, begint even rustig met rennen, 400 meter rennen. Doe een beetje knieheffen, doe een beetje hakken billen. Maak hem een beetje effectiever dan een normale 400 meter run. Maar het gaat in ieder geval dat je een beetje warm wordt. Vervolgens kom je weer binnen of in de tuin. Tabataatje. Yoga push-ups en de object rows. Ja, yoga push-ups ziet er als volgt uit. We hebben hem laatst ook gedaan. We beginnen in de downward dog. Dan gaan we zakken. En vanaf daar gaan we weer terug. Duwen we weer naar onze teen. Ja, ik kan ook dus zakken. Knieën neerzetten, dan gaan we dus eerst naar beneden, vanuit die knieën ga je dan naar achter en weer omhoog. Ja, tot slot, als het dus echt te heftig is, ga je dus heel langzaam naar voren en ook weer langzaam reset je weer. Ja, dat doe je dus 20 seconden achter elkaar. Dan heb je 10 seconden rust en dan wil ik dat je een object of zoiets klaar hebt liggen. Ik gebruik voor het gemak weer eventjes een rugtas. Die kan je dus zelf een gewicht aangeven. Je kan hem aan de onderkant vastpakken. Vanaf hier wil ik dus dat je er overheen leunt. En dat je dus rustig 20 seconden lang roeibeweging maakt. Dan ook met één arm. Doe je 10 seconden één arm. 10 seconden andere arm. Maar voor het gemak, omdat het maar zo kort is, liever iets met 2 handen. Yes. Richtlijn is ongeveer 5 à 10 kilo aan gewicht. Zodat je wel wat gebeurt. Het moet niet gewoon een gewichtloos object zijn. Want dan heb je niet zoveel aan je warmen. Ja? Dus dat wist je net af. Dus je doet 20 seconden yoga push-up, 10 seconden rust, 20 seconden object row. Dat doen we dus in totaal 4 rondjes. Dus dat je alles 4 keer gedaan hebt. En dan heb je dus 1 tabata afgemaakt. Dan ben je als het goed is klaar voor de workout. Bewegingen, 10 strikt handstand push-ups. Of pike handstand push-ups. Gaan we nu even laten zien. Yes, handstand push-ups. Bij de muur, bij een deur, kan je dus voor jezelf gewoon je hand op de grond neerzetten. Je kan eventueel een opgevouwen handdoekje onder je hoofd doen. Dat is eigenlijk gewoon RX. Yes, want dan is die handdoekjes niet hoog genoeg om er echt een verschil te maken. Het is gewoon wat zachter voor je hoofd. Is dat te heftig, dan ga je dus eventueel kijken naar een appmatje onder je hoofd. Of gewoon een kussen waar je op kan leunen, want dat is... Zak niet helemaal in. En dan wil je dus helemaal staan, hap lucht nemen, bilspieren aanspannen, buikspieren aanspannen, gecontroleerd zakken. En weer agressief duwen. Wederom, we willen eigenlijk dezelfde standaarden houden als in de les. Maximaal heb je een 15 kilo plaat extra onder het matje. Dus denk gewoon aan, je wil niet meer dan de halve onderarm gaan verhogen. Ja, anders krijg je op een gegeven moment dat je echt alleen maar dit soort bewegingen gaat doen.
Daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. We willen ook echt wel de schouders meenemen. En daarvoor moet je zakken. Lukt het dus niet bij de muur, kan je dus een bankje pakken, een stoel. Wederom kan je een appmat gebruiken. Of je tikt nu gewoon heel zachtjes ook weer dat handdoekje aan. De makkelijkste versie is met je knieën op de bank. Je wil vanaf hier wil je handen dichterbij, zo dicht mogelijk bij de bank hebben. Je wil eerst naar voren leunen. Dus ik ga over mijn handen leunen. Dan ga ik zakken. Tik ik de grond aan. Duw ik weer omhoog met mijn hoofd naar het bankje. Dus naar voren. Zakken. Duwen en naar het bankje. Ja, wat ik niet wil zien is dit. Dat je eerst naar het bankje gaat voordat je gaat duwen. Ja, dat voelt heel ongemakkelijk voor je armen. Dan ga je een soort draaibeweging maken. Dat wil ik niet zien. Maar wat wel belangrijk is, is dat je dus echt vanuit je handpositie er overheen leunt. En je hoofd voor je vingers neerzet. En daarna er doorheen komt. Ja? Vanaf je tenen wordt het een stuk leuker. Hoe dichter je handen bij je voeten, hoe heftiger het is. Naar voren over je handen. Duwen en met je hoofd naar je tenen toe bewegen. Ja, dat zijn de opties die je hebt voor de Hansen push-up, pike Hansen push-up. Als je dus maar maximaal 2 setjes doet of 1 keer een broken met moeite. Ja, het moet echt zwaar zijn. Vervolgens gaan we naar de strict pull-ups. Oké, de strict pull-ups. We willen dus een hoogte hebben. Maakt niet uit hoe hoog. Als je wat lagere pull-up bar is, kan je gewoon je benen krom doen. Je wil dus maximaal 2 setjes. Voeten bij elkaar, schouders actief en vanuit die schouders trek jezelf op. Yes, vanuit die schouders trek jezelf elke keer op en je blijft goed spanning houden in je core. 10 herhalingen. Ja, we hebben dan ook de backup optie. Dat zijn de table rows. De table rows. Dus als we de strict pull-ups niet kunnen maken, dan gaan we dus naar een tafel toe. Waar je dus onder kan leunen. Je kan dus ook eventueel weer een stok ergens opzetten waar je daar de rows mee kan doen. Maar voor nu hou ik het even bij de tafel. We willen dus onder de tafel liggen. Voeten zitten plat op de grond. Handen buiten de schouderbreedte. Hoe meer jij je benen naar voren doet, hoe zwaarder het wordt. Maar even voor het gemak, vanwege het glijden van de voeten, zetten de voeten plat neer. Handen aan de rand. Buikspieren aanspannen. Schouders eerst vastzetten. En aantikken. Yes, op die manier kunnen we dus 10 keer. Maar als het dus te makkelijk is, dan kunnen we verschillende dingen doen. Stap 1, ligt een beetje aan hoe ambitieus je bent. Je kan bijvoorbeeld een treetje fit eet. Zo op je borst leggen, zo tegen je keel aan. Ga je liggen. Nog steeds. Elke keer borst aantikken. En door. Ja, heb je geen treetje fit eet, dat heel raar is. Kan gewoon, hè. Dan, en je hebt wel een elastiek, dan gaan we het op deze manier oplossen. Oh. Dan gaan we onder het elastiek. Het elastiek zit dus onder de poten vast, dus dat blijft ook goed vastzitten, want je trekt hem toch naar beneden. Je kruipt eronder, elastiek op borsthoogte, want daar zit de meeste spanning. Handen zelf, plek zelf, techniek, hap lucht, schouders en rows. Voornamelijk het aantikken wordt nu extra lastig gemaakt, want daar wordt het elastiek goed opgerekt. 9, 10, krijg je snel eruit. En dan gaan we door, 200 meter.